Hoi en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en Lars is net terug van zijn training, maar die is even het water op met de waterscooter. En ik ga nu richting mijn moeder. Ik heb vanochtend opgeruimd en geëdit. Ik heb net al mijn spulletjes uitgezocht die ik zelf niet gebruik, maar die mijn moeder wellicht leuk vindt. Dus die ga ik meenemen. Dan ga ik even eten bij haar en dan ga ik nu de auto in. Tenminste, ik ga nu de auto in en dan ga ik eten bij haar. Dus dat is mijn plan voor vandaag. Het is echt super lekker weer. Like it a lot. Er is een puist op mijn neus, die gaat niet weg. Al een aantal dagen niet. En ik ben zo blij met het kettingtje, deze babe. Hij is zo leuk. Ik ben net bij mijn moeder gaan eten. En ik dacht, ik geef jullie even een rondleiding door het dorp waar ik heb gewoond. En waar ik ben opgegroeid en geboren en zo. In deze buurt is het dus. In Hendrik Ido Ambacht. Dat is vlakbij Rotterdam. Een dorpje. En nu ben ik op zoek naar het tankstation. Want mijn tank is bijna leeg. Maar ik heb echt heerlijk gegeten bij mijn moeder. Ik heb ook eten meegekregen. En over deze weg fietste ik dan naar school. En dan ging ik zo dit paadje. En dan ging ik weer links. En dan daarachter bij de rotonde. Was dan een lang fietspad en dan kwam ik na 20 minuten fietsen aan op school. Heel interessant. Helemaal mijn vlogcamera niet erbij gepakt vandaag. Maar het is vandaag dinsdag en ik ben op het strand met Nori. Dit is zo lekker. Ja, het is zo chill. Echt, I love it. Het is echt fantastisch. Alles wat je wil op een dag. Dat is ja, vandaag. Ik had al heel erg veel zin in deze dag. Maar deze dag is nog chiller dan ik hem verwacht had. Ja, I love it. Echt ultimate zen. Mijn happy fibers staan zo hoog. Ja, en we zijn echt niet snel tevreden. Nee, dat is niet waar. En we gaan straks gaan we terug naar Amsterdam. En Noordy was uitgenodigd om naar het Rijksmuseum te gaan na sluit. Ja. En dat is echt zo fliek, dus we gaan daarheen. So I love that. We zijn nu dus in het Rijks met de familie Kleinenberg. Hi, hey. Long last sister. You're back. En we zijn nu in de bibliotheek en we gaan nu... Dit is mijn bibliotheek. Mensen vragen wel eens van, ja, waarom weet je zoveel? Nou, ik zou zeggen welkom. Dit is mijn... Hier zit jij hele dagen. Het is gewoon bescheiden, hè? Gewoon een klein beetje. Ik weet ook maar precies waar ik wil zitten. Heel veel stoelen neer. Oh, dat je over elk boek alles weet. Ja, ik heb één heel leuk boek. Dat ja, dat is echt zo. Kom even mee. Het gaat over Radical Imagine. Het staat op hier. Oké. Hard open. Gisteren ging mijn moeder eten. Dus heeft mij lekker een zakje meegegeven. Dus ik ga heerlijk dat eten. Heerlijk. Ik heb er zo zin in. Echt, het is mijn lievelingseten. Gehaktballen met aardappelen en boontjes en jus. En dat alles door elkaar pakken. Goedemorgen, het is vandaag. Wat voor dag is het? Woensdag. En
Lars is vandaag vrij. Dus wij gaan lekker varen met Sander, Noor en Bibi. Dus dat is heel leuk. En ik heb vandaag een panterprintjurkje aan. En dat vindt Lars verschrikkelijk. Maar ik zelf ook een beetje. Dus ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Maar goed, wij gaan wel lekker varen. En Lars heeft een speelgoedauto te leen. Dus die is helemaal blij. Mag ik er niet meer op? Mag ik er niet meer op? Ik zit lekker met mijn sisters bij de harbor. Je moet het lachje echt lager inzetten. We hebben de hele dag gevaren, maar ik dacht dat ik daar iets van had gefilmd, maar dat heb ik dus niet. Je hebt wel gevlogd. Nee. Van het eten? Niet tijdens het varen, alleen van het eten. In harbor? Ja. En nu zijn we, nu gaan we eventjes richting Amst, want Lars heeft zijn leenautootje. En daar wil Sander heel graag een rondje rijden, dus die... Lars wil graag zonder vrouwen zijn. Ja, we gaan even gesplitst gaan we vandaag te werk. Dus dat is de planning voor nu. Heerlijk, hè, dit bakkie? Ziet er heel lekker uit. Het is hier best wel... warm. Een fix temperatuurtje. Zullen we een leuk muziekje aanzetten, dames? Zeker. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en Lars en ik wilden eventjes gaan kijken voor een bank. Dus dat moeten we heel lang doen voor een nieuw huis, dus dat gaan we vandaag eindelijk doen. En daarna moet hij zich weer laten wegen, want hij heeft de hele week op sapjes en ja, amper iets geleefd. Ik moet zeggen trouwens dat ik hem niet zo geinig vond. En daarna is er een soort van voetbaltoernooi hier in het dorp. En we gaan maar eens inburgeren en kijken wat het allemaal inhoudt. Dus dat is wel leuk. Het is vandaag hemelvaartsdag. Dus ik heb echt zin om lekker naar een bank te kijken. En de juiste te vinden. En ik heb vandaag deze trui aan. Heel mooi deze vuilniszak. Van Zara. Hieronder legging van Nike. En deze schoenen van Toro Shoes. En ik doe mijn rode tas erbij. Waar ik nog steeds mega blij mee ben. Wij hebben net een bank gekocht. Echt heel blij mee. Hij is mooi, hè? Ja, mooi. Dus het duurde alleen iets langer dan we hadden gedacht. Dus nu is Lars een weegmoment. Het lijkt nu net of je mee hebt gedaan aan OB's en dat je dan nu gaat wegen. Spannend. Hoeveel woog jij toen je begon? 97,5. Oké, nou ik hoop dat je enorm met afgevallen en ik hoop dat je lichaam gereinigd is. En dan weet niet of jullie me kunnen verstaan door deze achterlijke auto. En dan gaan we het zien. En verder is er vandaag een ontzettend leuk voetbaltoernooi in Vinkveen. We willen graag... Doe eens normaal. Ja? Doe eens normaal. Ja, ik heb een beetje haast, man. Ja, dat weet ik. Jij bent zo lang met het wijf zonder. Zo lang? Jij was degene die lolletjes met haar had en drie keer naar de bank liep. Ja, we moeten even goed nameten. Zo, dat geeft ons wel een bank van 5 meter. Nee, joh. En we willen graag inblenden met de nieuwe gemeente waarin we straks wonen. Dus we gaan even kijken bij het voetbaltoernooi. En Lester doet mee. Dan. En Lester doet mee. Zeker filmen. 2. Ja, nu 7, 92, 3. Dat is op mijn lichaam wel echt veel. Dus veel, ja. Hoeveel ben je afgevallen? 5 kilo. Dat is echt snel gegaan, hè? Ja, maar heb je nog gecheat ook? Ja, inderdaad. Het is wel hij heeft een beetje gecheat. Ja. Nee, nou, jullie doen net alsof ik zwaar gecheat heb. Ik heb één dag, het is mijn eerste sapdag, was het 28 graden en was meesterd. Toen was ik aan het rennen vliegen en toen heb ik, maar daarna heb ik wel, ben ik weer... Je wordt zenuwachtig, je bent aan het liegen. Nee, daarna heb ik het goed gedaan. Zo, Lester, trap maar af. Ja hoor, gaat ie. Hoppa, heel mooi. Nummer 8. Ja hoor, terug. Ja hoor, en we gaan terug het veld in. Oeh, de andere partij is aan de bal. Ja hoor, ja, ja, ja. Kom op, nummer 8. Nummer 8, nee. Harder rennen, kom op. Oei, en nummer 4, hele mooie redding. Dankjewel, top. Oké, we gaan verder. Ja hoor, daar is nummer 8 weer. Hij is veel aan de bal. En ja hoor, nummer 10. Laat de grond niet shaken. Hij gaat alweer wisselen. En nummer 10 gaat wisselen. Dankjewel, Lester Spaan. Wij zijn net bij een voetbaltoernooi geweest. Waar was dit? Vinkeveen. Vinkeveen wel echt. Ja. We gaan even boodschappen doen. Het is wel het einde van Vinkeveen.
En dan gaan we allebei lekker naar huis, want we moeten plassen. Nou, net nog moeten plassen. Ja, maar ik vind het... Maar zo buiten... Ja, viezig. Je moest zo omlopen, toch? Het was wel druk, zeg. Ja. Het hele dorp is uitgelopen. Het hele dorp riep uit, joh. Kijk, al die koeien daar lekker liggen. En, ik ben helemaal niet mezelf aan het filmen. Ik zit te bedenken wat ik ga eten vanavond. Lars mag dus vanavond vis met groenten, maar hij is dus 5 kilo afgevallen. En zijn taille ook in een week. En 5 centimeter kwijt. Dus dat is echt bizar. En hij is van zijn Red Bull verslaving af. Dus dat is ook goed. Goedemorgen, ik ben mij weer ontzettend bewust van deze mega vage vlog waarin alles weer door elkaar loopt. Maar we pakken hem weer even op. Het is vandaag donderdag. Nee, het is vrijdag. En ik heb straks een afspraak bij de Harbour Club. Een interview met Klemmer van de shoot die ik vorige week had. En daarna heb ik afgesproken in Rotterdam met Kai. Ik ben echt weer helemaal snotterig van de hooikoorts. Dus dat is een beetje vervelend. Dus ik neem mijn neusspreetje mee en ik ga lekker de auto in. En dan is het interviewtje en dan richting Rotterdam. Er staat een of andere gek in het midden van de weg waar ik langs moet. Waar maar één auto langs kan tegelijkertijd. En die houdt eventjes 20 minuten nog de weg versperd. Terwijl ik er al 5 minuten geleden had moeten zijn. Ach, irritant. Dan moet ik helemaal omrijden. Ik heb even het interview gehad en ik ben even snel naar huis gereden. Ik ga snel wat eten en dan ga ik richting Rotterdam. Omdat ik met Kai heb afgesproken. Maar Kai wilde dus een activiteit gaan doen. Ik dacht, we gaan ergens eten. Maar hij zegt, nee, ik wil echt een activiteit. Maar die ging hij bedenken, dus ik ben benieuwd. We hebben een statief. Ja, dat statiefje. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik niet alleen. Ik ben samen Goeiedag. Met Kai. Met een heel tof overhemd. Ja, we gaan op safari. Ik wil echt, zeg maar, iedereen zeg maar, in de comments gewoon even tegen Monica zeggen dat dit gewoon kan. Dit is gewoon gaaf. Ik zeg ook niet dat het niet kan. Ja, maar je vraagt me gewoon of ik op safari ga. Ja. Oftewel, je zet me voor lul. Nee. In de eerste 3 seconden hebben we elkaar ontmoeten. Nee. En we zijn lekker aan het eten in Rotterdam. Ja. Tempura gedaan. Tempura al mee. Eet smakelijk, vriend. Jij ook, vriendin. Dankjewel. Wat? Ja, het is lekker. Het is gefrituurd, hè? Dan is het toch wel goed. Zoals ik vertelde, wilde Kai vandaag een activiteit gaan doen. Nou, we zijn nu net wel alsnog eventjes gaan eten. Ik ben gewoon even een story maken. En we zijn even gaan eten en hij heeft nu bedacht dat we met de watertaxi door de Rotterdamse haven gaan varen. Ja, niet zomaar watertaxi, hè? Eentje die ontzettende snelheden kan bereiken. Ja. En we gaan naar de haven van Rotterdam en dan geef ik jou eigenlijk een soort van sightseeing tour hier. Okay. Ik ga alles uitleggen wat er gebeurt. Weet je wat erachter ligt? Daar? Het plekje heet? Waar? Daar? Alles maar rechtdoor? Nee. Dat is Penis. Oh ja. Ken je dat? Penis? Ja, dat ken ik. Je komt zelf natuurlijk uit Vierambacht. Dus je kent deze plekken. Yeah. Blijf stevig zitten in de boot. Ga niet lopen. Ga niet etteren. Ga niet lopen etteren, want je ligt in het water. Ik spring er niet in. En misschien blijf je drijven met deze buik, maar het is altijd een risico. Ja, dan zal ik je straks vertellen wat er allemaal gebeurt hier in Rotterdam. Can't wait! Can't wait, hè? Mm-hmm. We zijn lekker met Pietje en Daan ook. En we gaan lekker de watertaxi in, daar zitten we nu al. En we gaan eventjes lekker een rondje varen door de haven. Bye.
het? 10:30. We hebben lekker gegeten in Rotterdam en toen gingen we dus met de watertaxi. Wat Kai bedacht. En toen gingen we naar Trek en Food Festival. Ik vind dat echt de allerleukste dingen die er zijn. We gaan morgen ook nog wel in de keuken. Dus ik vind dat echt zo gezellig en leuk. Maar dan ga ik toch even zeuren. En het is zo irritant dat je gewoon voor alles zo lang in de rij staat. En dan, je zit nooit met z'n allen op dezelfde plek. Omdat je soort van je plek wil bewaren. En dan, maar goed, ik vind het wel altijd heel gezellig. Alleen ik heb nu dus nog steeds wel een beetje honger. En Lars is naar de kapper. En dat loopt altijd mega uit. En dan blijft hij daar weer hangen. Dus ik ga denk ik lekker gewoon naar bed. En het voor gezien houden we vandaag. Goedemorgen, vandaag is het zaterdag en ik begin met de keuken opruimen. Want dit staat allemaal in de keuken en dat hoort er allemaal niet. Dus ik ga er eventjes wat aan doen. Oké, ik vind deze hoek redelijk goed gelukt. Maar dan hebben we nog, ik heb de airfryer trouwens weggehaald, want die gebruiken wij zodanig weinig. Dat die eigenlijk een beetje in de weg staat. En nu heb je echt veel meer ruimte hier. Maar goed, we hebben dus ook nog een gigantische, schrik niet, snackla. Nu is Lars dus heel goed bezig. En hij mocht eigenlijk dit weekend een cheat day. Hij appte me net van ik ga niet eens de cheat day doen. Want dan val ik weer in mijn slechte patroon. Ik word natuurlijk met de dag dikker. Nou, dat is niet zo heel gek als je zwanger bent. Maar dit helpt ook niet. Dus we gaan dit even goed opruimen. Ja, alles moet gewoon weg. Niks wat hierin ligt is goed voor een mens. Nou, ik denk dat we zo'n heel eind komen. Dit zijn gewoon houdbare producten. En van het snoep is er alleen nog over chocola. En dit aan snoep en zeewierchips. Nou, dit vind ik toch best netjes na wat hier stond. Zo, ik heb mezelf even klaargemaakt. En ik probeer nu mijn schoenen aan te trekken. Want ik ga eventjes langs James. En Stan en Paula natuurlijk. Maar daar is James. Ik begin echt op te blazen. Mijn schoenen worden te strak. En mijn buik gaat uitzetten, jongen. Zwanger zijn begint nu wel echt, merk ik. Ik heb gewoon echt heel lang niet echt het idee gehad. Tenminste, ja, wel het idee gehad dat ik zwanger was. Maar het duurde best wel lang voordat überhaupt er iets begon te groeien qua buik. Dus vanaf de buitenkant. Binnen zal er genoeg gebeurd zijn. En nu begint het echt dat ik denk, jeetje, ik pas heel veel van mijn kleren niet meer. Dus ja, ik moet iedere dag eigenlijk weer een beetje improviseren wat ik aandoe. En verder kon ik ook nog heel lang wel gewoon alles beneden kappen. Maar nu kon ik mijn VJJ gewoon niet meer zien. Dus ik heb vanochtend met een spiegel onder de douche soort van... Ja, het hele slagveld daar proberen aan te pakken. Maar ja, dan gaat die spiegel weer beslaan en bla bla bla. Het gaat allemaal niet over rozen in principe. Maar oké, het hoort erbij. Heel veel van jullie vragen hoe ver ik inmiddels ben in de zwangerschap. En ik was afgelopen donderdag, was ik 32 weken zwanger. Dus ik zit nu mijn 33ste week, dus het schiet wel aardig op. Ben ook wel heel blij mee, omdat... ja, er dan toch, nu komt er een beetje een einde in zicht. Eigenlijk is 40 weken zo lang. Dat je aan het begin, weet je wel, je moet het eerst 12 weken nog voor jezelf houden. En daarna ja, wacht je eigenlijk maar tot er elke keer weer iets verandert. En nu is het wel een beetje van, goh, stel je voor dat de baby met 36 weken zou komen. Stel je voor 38, nou dan zou ik over een maand aan het bevallen zijn. Dan denk je toch alweer van, oh... Nou, word ik al zenuwachtig van, maar ik heb er ook alweer heel erg veel zin in. Dus ja, dat is nu een beetje mijn zwangerschapsupdate. Ik ga nu in ieder geval lekker naar James toe, want die bestaat al. Wij zijn vanavond op de rollende keukens geweest. We waren, tenminste ik was eerst naar Stan en Pau. En toen gingen we dus hierheen met Les, Chris en Larsie. Nee, schat. Hey, schat. Ben je nu ook ineens? En we gaan weer lekker. We hebben het wel weer gehad. Ik kan nooit ons samen filmen als ik loop. Ja, maar is toch ook mooi dit? Goede reclame. Ik weet niet wat er op mijn t-shirt staat. Lekker op tepelhoogte. Wat staat er eigenlijk op? Geen idee. 1, 2, 3, boeipendie. En we gaan nu lekker naar huis. We gaan nog even een koffietje doen in Apkoude.
ons leven. Dat is echt geweldig. Nou, ik vond het wel leuk, maar... Nee, niet. Nee, dat was leuk, maar het was wel echt druk. Ja, het is gewoon jammer, want er waren echt een paar teentjes waar ik heel graag iets wou eten. Ja. Alleen dat was zo druk dat we het gewoon niet gedaan hebben. Maar jij kwam voor de kaas van duur en dat hebben we gedaan. Dus dat is mijn dag goed. Oh. You're such a sweetie pie. Okay. En ik heb voor het eerst weer een beetje... ik heb één dingetje wel slecht gegeten. Wat heb je slecht gegeten? Ik heb twee broodjes met eend. Ja, een broodje eend. Ja, maar je hebt niet ontzettend slecht gegeten. Nee, mijn avondeten was niet slecht. Ik heb alleen afgesloten met twee churros. Oh ja. Dus dat, dat was slecht. Maar het mag een avond en dan gaan we er weer tegenaan. Nou, en ik word met dat afzikken. Zo, we zijn weer thuis. En ik had vandaag, was nog even langs mijn appartement in Amsterdam gereden. En heb ik eindelijk mijn Nespresso koffiezetapparaat opgehaald. Want hier hadden wij dus een koffiezetapparaat dat Lars altijd al had. En dat is de Dolce Gusto. Nou, voor mensen die koffie drinken. Thuis ga je natuurlijk nooit echt de allerbeste koffie krijgen als je niet zelf zo'n apparaat hebt waarmee je melk op kunt schuimen. Handmatig en zo en zo. Maar er zijn gradaties. En ik moet zeggen, Nespresso is er echt, ja, voor mij wel een van de betere in. En deze niet echt. Hier heb je ook de melk wat je al in een cupje. En dat zit er dan al zo bij. Het is gewoon melkpoeder. En nee, ik vind het echt zo ranzig. Dus ik heb mijn espresso apparaat opgehaald. Dus die ga ik even installeren hier. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En Lars was zo lief vanochtend. Echt te cute. Hij kwam binnen, hij had hard gelopen. En hij kwam binnen met een bos rozen. Alleen heb ik daar dus nog steeds geen vaas voor. Dus ga ik nu eventjes een vaas kopen. En ik moet even boodschappen doen. En ik heb dus gisteren mijn espresso apparaat hier naartoe gehaald. Alleen, het probleem is dat dit tussenstukje... dat ik dat kwijt ben. Dus dat is echt kloten. En toen zag ik net dat de espresso winkel pas om 12 uur open ging. Dus dat is ook wel kloten. Dus ik zit te bedenken hoe ik het ga doen. Want het is nu 11:15. En om 11:15 gaan we lunchen. Dus wat ik het beste kan doen. Ja. Ik heb me even snel klaargemaakt. En ik ga nu boodschappen doen, een vaas kopen. En dat Nespresso. Ik hoop dat ze die dingen losverkopen. Van harte. Want dan... kan ik gewoon lekker eigen koffietjes maken. De hele dag door. En dat is dan ook exact wat er gaat gebeuren. En Noor is vandaag jarig. Dus we hebben vanaf haar verjaardag. En daar heb ik heel veel zin in. Oeh. Vorig jaar hadden we een rondvaart gedaan door Amsterdam. Toen was het echt lekker weer. En vandaag is het een beetje regenachtig. Dus dat is een beetje jammer. Maar we gaan vanavond eten bij mama Kelly. Dus daar heb ik ook zin in. En nu gaan we even lekker naar Gelderlandplein. Nou, ik ben mijn goede gedrag voor de Nespresso winkel wachten een kwartier. Want ik was te vroeg. Ik was om 12 uur open. En toen kon ik niet losse onderdelen bestellen. Of die hadden ze niet daar. Dus ik kan nog steeds geen koffie zetten. Echt, oh, dat ene kleine kutstukje. Dat ene kleine kuttige dingetje. Zodat je melk in je koffie kan nemen. Ach. Wij hebben net even lekker een moederdag lunch gedaan bij de Harbor. En ik ga nu eventjes bloemen halen voor Noor. En ik moest nog iets halen. Ik weet het niet meer. Ik zit te bedenken of ik naar Amstelveen of naar Gelderlandplein weer ga. Zou de winkels van Amstelveen open zijn eigenlijk vandaag? Dat moet toch wel? Ja, ik ga eventjes naar Amstelveen. Dat ga ik doen. Wij zijn onderweg naar door haar verjaardag. En die viert ze in mama Kelly. Ik heb een jurkje aan, maar ik dacht dus vandaag in de winkel dat het niet zo kort was. Maar het is wel een beetje kort en het regent. Dat vind ik zo jammer. Weet je wat zo lekker is als je in een land zou wonen waar het nooit regent? Dat je altijd leuke dingen aan kan. Ja, dat het morgen opeens weer 26 graden is. Ja, morgen is het ineens weer 26 graden. Serieus 12 graden.
Ja, en ik was net trouwens naar Amstelveen. En toen was ik weer in de Nespresso winkel. Dus ik ging weer vragen of ze dat onderdeel hadden. Maar dat hadden ze dus niet, of dat verkochten ze niet los. Maar ik had echt zo'n zin om het van zo'n voorbeeldapparaat te pakken. En in mijn tas te stoppen. Maar goed, ik heb nog nooit wat gestolen in mijn leven, dus ik durf het niet. Heb jij ooit wel eens wat gestolen? Ja. In een winkel? Ja, snoep. Ja, maar iets anders dan snoep. Maar zelfs snoep durfde ik echt nooit te stelen, want ik was gewoon altijd zo bang dat dan degene van die winkel je zou betrappen en ze zeggen, wat ben je aan het doen? En dan dacht ik, ja, dus dat snoepje echt niet waard. Maar ik mocht thuis ook altijd al het snoep eten, dus op zich hoeft het ook niet. Ik zou het echt erg vinden als mijn kind gaat stelen. Ja. Jij niet. Dat is toch erg? Hoezo lach je zo raar? Ja, dat is erg. Nou ja. Geniet lekker, eet lekker, drink lekker, niet te veel, niet te weinig. En deze is voor Noor. Cheers! Cheers! We zijn op de verjaardag van Noor en het is veel gezellig. En wij zijn fraggers en echt zo honger. Of mensen, ja, we hebben van honger. Of mensen zijn hier zwanger, of net bevallen. Of is dat er nog eens komt, ze hebben al kinderen, ja. Of plannen. Wij hebben net de verjaardag van Nori gehad. Dat was echt een Really bro? Wat? Oh, dat waren je banden. Ja, wat is dat? Niks. Zei je wat? Huh? Zei je wat? Nee, wat dan? Het was heel gezellig. Vond je niet? Ja. Het was echt leuk. En we gaan nu weer lekker naar huis. Ik ben kapot, het is 11:15 joh. En het is alweer het einde van de week. Dus ik heb zo alweer de afsluiting, want morgen is maandag, is het editdag. Oh jee. Ik heb zoveel gegeten, ik zit zo vol. Je ziet toch helemaal in jou, hè? Hm? Je ziet toch helemaal in jou. Dat ik zo vol ben? Ja, je hele buik is helemaal... I think that was very funny.